Dan gaan we even verder boren. Hallo allemaal en welkom bij weer een super nieuwe aflevering van Ries en YouTube. Ja jongens, hartstikke leuk dat je weer op de playbutton hebt gedrukt. Wat gaan we vandaag doen? We gaan een klein stukje rijden hier vandaan waar ik woon in Leiden naar de binnenstad. Want daar woont een dochter van mij. En kijk eens eventjes wat ik hier heb. Ze is de brievenbussleutel kwijtgeraakt. Oh. Nou kan ze natuurlijk wel naar de woningbouw bellen, maar dat duurt allemaal heel erg lang. In zo'n studentenhuis, dat schiet allemaal niet echt op. Dus pap, kan je alsjeblieft eventjes kijken of jij een ander brievenbusslotje voor mij hebt. Laat ik er nou toevallig net nog eentje hebben. En ja, er zit hier alleen geen lipje aan, maar dan kan ik de oude van de bestaande brievenbus, kan ik dan daarvan nog gebruiken, hopelijk. Dus ik neem jullie eventjes gezellig mee. Ik zou zeggen, schenk even wat lekkers in voor jezelf. Ga lekker zitten. En ik neem jullie mee naar de binnenstad. Let's go. Ik heb de gereedschapkist al klaargezet. Ga je ermee? En Saartje, jij blijft eventjes thuis. Jij bent net lekker uitgelaten. En jij mag eventjes even thuis blijven. Nou, ik kom je zo weer ophalen. Doei doeg. Ja, ik heb de boormachine bij me. Ik heb een statiefje bij me voor de GoPro zometeen als ik bezig ben. Nog wat spulletjes voor de camera en wat boordjes. En mijn gereedschapkoffertje. Nou, let's go. Ja, vrienden van Veronica, daar zijn we aangekomen op de plaats van bestemming. En het gaat namelijk om deze brievenbus. Zie je dat? Nou, inmiddels zit er al aardig wat post in. En we gaan deze eens even op ons gemakkie openboren. Nou, inmiddels heb ik een boordje in de boormachine gedaan. Ik heb een klein boordje gebruik ik deze keer, 3,5 mm. En nou, we gaan het eens even mee proberen. Ik ga eerst nog even kijken of ik met mijn eigen sleutel de brievenbus open kan maken. Maar dat gaat hem denk ik niet worden natuurlijk. Dat werkt natuurlijk niet. Nee, ik heb niet zo'n sleuteltje. Dus nou, het moet echt opengeboord worden. En ik ga hem openboren en daarbij probeer ik dus de omhulsel heel te houden. Ja, dit is hem. Dan gaan we langzaam de boormachine erop zetten. En ja, we gaan proberen om hem open te maken. Moet die bordje wel goed erin zitten natuurlijk. Ja. Nou, ga eens even kijken of dat lukt, jongens. Dat glijdt er goed in. Thank you.
Nou, ik zal eens even een schroevendraaier pakken. En dan kijk ik even of ik hem dan al kan draaien. Zal waarschijnlijk wel niet, maar ik ga toch even proberen. Zo, een schroevendraaier. Nou, dat gaat dan natuurlijk niet worden. Dat snap u natuurlijk zelf ook wel. Nou, moet nog een beetje verder uitgeboord worden. Dan gaan we even verder boren. Ik probeer zoveel mogelijk in het midden te blijven om de rest niet te beschadigen. Ja. Dan gebeurt nog niks. Dat is lastig. Dat is heel lastig. Even kijken naar mijn bestaande, of tenminste mijn slotje wat ik meegenomen heb. Even uit mijn zak halen. Ja, dit is het slotje wat ik meegenomen heb. Het rondje is ongeveer even groot, zie ik. Dus die moeten wel inpassen inderdaad. Dus het is ook niet erg als ik aan de zijkant boor. Want dit hele gedeelte, dat middengedeelte, dat gaat er toch uit. Dan gaan we voorzichtig boren in de zijkanten. Nou, een lekker bordje. Het schiet lekker op. Het is echt goed. Lekker dan. Nou springt de boor ook nog kapot. Pakken we even een ander boordje. Ik pak een iets groter boordje. Ik pak nu deze. Misschien kom ik daar wel mee door naar binnen. Deze is iets dikker. Nou, waarom weer? Nou, daar toch wel ijzervuilsel eruit. Wat een gedoe, hè? Zo'n slotje uitboren. Nou, even kijken met een schroevendraaier. Af en toe gewoon even proberen. Dat gaat natuurlijk nog niet, dat dacht ik al. Maar eens zal die wel gaan. Ik ga nog even verder boren. Nou, ik heb hem 1 minuut lang nog een keertje geboord. En ik heb het idee dat er nu wel beweging in zit. Kijk. En hij is open. Hey. Zie je? Helemaal goed. Nou. En nu gaan we dus, als die open is, voorzichtig de ring hierachter en dat schroefje loshalen. Eerst het schroefje en dan de ring. En dit gedeelte, dat gaan we overzetten. Gaan we overzetten op het nieuwe slotje. Dus pak even een tangetje erbij. Zo, met een tangetje heb ik deze losgehaald. Hij zat niet al te vast. En nu draai je hem los, zodat hij eraf komt. Hopelijk. Nou,
nog even een beetje draaien met het tangetje. Ja, daar komt hij. Hoop ik. Ja. Ja, ik heb hem. Dat hele binnenwerk eraf. Helemaal goed. En nou moet deze ring er nog af. Dan zet ik de tang even iets groter. En zoiets. En dan knijpen. Ah, zo. Die zit aardig vast. Even kijken. Of dat lukt. Ai. Toch even twee handen nodig, vrienden van Veronica. Met twee handen gaat het toch iets makkelijker. Dus dan, dit moet eraf. En dan kan ik hem eruit draaien. Juist, zo. Even kijken, die ring moet eraf. Daar komt hij al. Ja, ik heb hem. Nou viel er ook wat naar beneden. Even kijken waar dat gebleven is. Ligt dat hier onder de deur? Even kijken. Een ringetje en een schroef. Die zoek ik nog. Waar is het schroefje? Zoeken jullie even met me mee. Ik ben even een schroefje kwijt. Waar is die gebleven? Is hij naar buiten gesprongen? Ja hoor. Hier heb ik nog een schroefje. En ik zoek nog een schroefje. Lekker is dat weer. Deze zit vast. Oh ja, nee, dat zit met een ringetje vast. Dus ik heb alles. Oké. Maar ik zie nog iets. Dit moet eruit, dat binnenwerk. Het binnenwerk moet eruit. Oké. Okay. Doet het ook niet dagelijks, hè jongens. En dan even kijken hoe we dat gaan doen. Oké, okay. Even goed kijken. Het slotje is hier in ieder geval helemaal uit. Dat is mooi. Even kijken. Dan hier naar het nieuwe slotje. Dat heb ik hier. En dat binnenwerk, dat moet hierin. Waarom moet het oude binnenwerk eruit? Hoe ga ik dat eruit halen? Dat moet ook met een schroefdraaier en een tang. De tang gaan we pakken. We zetten de tang even op de... De tang zetten we erop. En dan is dit volgens mij een kwestie van draaien naar het juiste. Ja, daar komt hij al. Ik heb hem. Ja. Nou, dus dit binnenwerk is nu naar de knoppen. En het nieuwe binnenwerk, dat moet hier dus nu in. Dan halen we even het schroefje eraf. Ja, zo. En dit is een vierkantje. En dit past hier dan precies niet op. Wat wij al dachten. Dat past er dus helaas niet op. Ofwel, ja, hij past er wel op. Zo past hij er wel op. Wauw, ja. Zou dus niet... misschien even langs mogen? Ja, zeker. Dit vierkantje past er niet op, maar zo wel. Dan hopen we straks dat hij toch blijft zitten. Er zal enige speling in zitten, maar hij doet het wel. Wat is het dan? Nou, ik heb dit gedeelte eraf gehaald.
Dit is het oude slotje. Die gaat erin. Even kijken. Ja, dat werkt. Het werkt allemaal. Nu gaan we even denken hoor. Deze erop zetten. Nee. Nee, hij gaat natuurlijk eerst in de brievenbus nu. Dus dit gedeelte, dit gaat nu in de brievenbus. Ja. We zijn al binnen. Nou, dan drukt iemand op de bel, maar we zijn al binnen. Hij drukt op de bel. Iemand drukt op de bel voor je. Hey, hallo. Ja, ik, nou, tenminste, ik hoorde zeggen, hey, hallo. Oh. Nog niet voor jou? Nee. Oké. Okay. Nou, als eerste die erop. Dan die ring er weer op. Die grote ring, die zo moeilijk afging. Die moet er nou eigenlijk weer op. Zo, die ring die gaan we er weer opdraaien. Dat gaat ook natuurlijk weer met de gepaarde moeite. Even kijken hoor, want hij draait niet echt lekker soepel. Nou, hier gaat hij redelijk. Ja, gaat goed, gelukkig. Hij zit erop, maar er zit een klein beetje speling zit erin. Kijk, zie je dat? Er zit een speling in, een klein beetje. Nou, ik weet niet of dat heel erg kwaad kan, want hij kan wel dicht. Nou, dat is toch prima? Perfect. Hij doet het weer. Ja. En zo zie je maar weer, lieve kijkbuiskindjes. Hij doet het weer. Nou, ik wil één persoon in het bijzonder bedanken. En degene die kijkt, die weet precies wie ik bedoel. Hey, helemaal top. En nog hartstikke bedankt daarvoor. En ja... Nou, het is weer gemaakt. Het vierkantje, ja, er zit een klein beetje speling in. Maar goed, hij doet het perfect, joh. En je kan je posten weer lekker uithalen. Dus helemaal goed. Hij zit goed op slot ook. Dus we laten het lekker zo. Hier heb ik nog post. Ik hoop dat het van de staatsloterij is. Dat ze een grote prijs gewonnen hebben. Nee hoor, maar hij doet het weer. En deze sleuteltjes die krijgen ze vanavond. En één reservesleutel. Die laten we lekker bij mij thuis. Voor het geval ze hem weer een keertje kwijt is. Dat moeten we niet hebben. Dan maken we er een mooi labeltje aan. En dan is het weer voor elkaar. Nou jongens, ik zou zeggen, vonden jullie dit nou een leuke video? Ik zou zeggen, vergeet alsjeblieft niet het duimpje omhoog te doen. Daar ben ik echt heel erg blij mee als je dat doet. En waar ik nog blijer van word, is dat als jullie op de abonneerknop drukken. Want daarmee mis je geen enkele video meer van Ries en YouTube. Ik rij even terug naar huis. Ik zou zeggen, rij nog even een stukje mee. Ik ruim eerst even de zooi op hier. Zo. Even mijn bordje eruit halen. Oké. Nu weten jullie ook hoe jullie dat moeten doen, jongens. Wat je niet moet doen, is als je gaat boren. En dan je boordoosje onder de ding zetten waar je aan het boren bent. Want nou zit alles onder de boorgruis. Dat is natuurlijk niet slim. Dus zet het even opzij. Dan heb je daar in ieder geval geen problemen mee. Goed dicht doen. Klik. Dit gaat in de Ries en YouTube kist. Hoppakee. Alles erin wat ik nodig heb. En we kunnen weer op huis aan. Dit neem ik ook mee. Dit is ook altijd handig. Dat heb ik nu niet nodig meer gehad. Dat ringetje, daar zit ik nog even over te twijfelen. Nee, die heb ik ook niet nodig. Hoeft nu niet. Maar die andere wel. Misschien is dat voor het uitglijden. Nou, dat zou ik nog kunnen proberen eigenlijk. Kan ik nog even proberen. Maar goed. Nee, ik denk het niet. Kijk. Ik ga toch nog even kijken. Sorry. Ik hoop niet dat je al weg hebt geklikt. We gaan nog even verder. Wacht even. Even kijken. Hier is de brievensleutel. Heb dat zin om hier een dingetje achter te doen? Ik weet het niet.
Nou, ik ga het toch even proberen. Nou, ik heb dat ringetje ertussen gedaan, maar dat gaat hem niet worden. Dus die haal ik er weer tussenuit. Oké, ik haal hem er tussenuit, ik schroef hem dicht. Dat was het weer voor vandaag. Ik ga snel alles opruimen en dan ga ik snel op huis aan. Blijf nog even hangen en rijd nog even een klein stukje mee. Vol gas. Ja jongens, kijk eens. Ik heb even één batterij eruit gehaald. En daardoor kan je heel veel spullen meenemen. Zelfs aan de linkerkant heb ik nog ruimte. Hier zit normaal gesproken die andere batterij. En ja, perfect. Deze gaat ik nog even terug stoppen. Oké. Die gaat hieronder. Hoppakee. Even checken of ik niks vergeten ben. Bordje lig hier nog. En een beetje zaagsel. Nou, oké. Vooruit. Dit is niet voor mij. Oké. Here we go. Sleutels mee. En vol gas naar huis. Zijn jullie er klaar voor? Ja, moet hij het wel doen natuurlijk. Boom takka boom boom boom. Ja, ik hou zoveel van het leven. Boom takka boom boom boom. En wil het beste van mij geven. Ik pak de hoogste berg en af en toe de diepste dalen. Laat mij mijn gang maar gaan, dat gaat geen mens voor mij bepalen. Het leven dat is van mij, want alle jaren die gaan als een vlucht. Alles is dan voorbij, verloren tijd komt nooit meer terug. Boom takka boom boom boom, van deze man kan je gaan houden. Boom takka boom boom boom, want jij kan altijd op me bouwen. We'll be right back.